Nou, daar zijn we weer met de FNW Radio Show. Het is een radio show van 13 juni 2021. Dat is de tweede uitzending die we opgenomen hebben vandaag. En daar gaan we nu even lekker naar luisteren. Hier is de jingle. Dit is FNW Radio met de FNW Radio Show, gepresenteerd door René van Wijk. Ja, nou, zijn we dan met de tweede uitzending van de FNW Radio Show van zondag 13 juni 2021. Twee finale wedstrijden dus van namelijk de bekerfinale, dan moet ik zeggen, van Duitsland tegen Colombia en Colombia tegen Duitsland. En waarom de twee finales zijn, dan moet je luisteren voor het antwoord dus naar deze twee wedstrijden die we nu aan je gaan laten horen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier toegewenst. Nou, dit is de finale van Ginworks Zosse Game, wereldbekercompetitie voor landenteams. En ja, we gaan kijken naar de finale Duitsland-Colombia. Jullie gaan naar luisteren. Slag is in de handen van René van Wijk. Aftrap van de Duitsers. De eerste kans ligt nu. Afgeslagen, Colombianen nemen de bal over. Raken de bal even kwijt. En nu zijn de Colombianen opnieuw in balbezit. Goeie kans nu. En dat was bijna 0-1. En dan, nu de aanvalsopbouw van de Duitsers. Slechte bal. Wordt weer overgenomen. Nu een hele goede kans. Was daar bijna. 1-0. Zo zijn de eerste twee tikken uitgedeeld. En nu weer een kans. Verdedigen. Van de Duitsers. Goede kans nu. En een schot nu van Duitsland. De tweede. 5 minuten gevoetbald. Colombia, een slechte doeltrap. En dit was een hele goede kans. En Tito Renning. Nu weer een kans. En weer een goede renning. En nu Colombia. Komt er niet uit. Nu wel. Wellicht nu een kans voor de Colombianen. En het is 0-1. 7e minuut. 0-1 voor Colombia. Tik voor de Duitsers. Vanaf de voorrondes staat Colombia er al doorheen. Hebben zich weten te plaatsen voor de 16e finales. Vanaf dat moment deed elk land mee van de landencompetitie van Ginworks. Nu weer een kans en dat was bijna 1-1. En weer een schot. De Duitsers proberen aan te dringen. Dat lukt niet echt. Want er wordt goed verdedigd door Colombia. Die zitten er al heel wat rondes bij dus. En nu de goede kans en een bal op de buitenkant van de paal via het zijnet. Naast. Doeltrap Duitsland. Slecht. Slecht, slecht, slecht. Dit is bijna 0-2. Oh, oh, oh. En nu. Oh, slechte bal nu. Wordt naar binnen geknepen. Er wordt goed opgepakt nu. En een schot op de paal van de Duitsers. Dat was bijna 1-1. En nu een kans voor Colombia. Duitsland neemt de bal weer over. Nu weer Colombia. En nu weer een aanval van Colombia. Uitkijken. Uitkijken. En dat was bijna 0-2. En via de paal gaat de rebound er nog ook niet in. Omdat de keeper op tijd weer terug was. Zenuwachtige wedstrijd. Finales zijn noodmooi. Maar nu wel een kans. En schot. En het is 1-1. 15e minuut, 1-1. Wat een kans. Als het gelijk eindigt, dan is er nog een tweede wedstrijd. Als een soort verlenging. En nu weer Colombia, nu weer Colombia. Slechte bal. Oh, 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 oh. Slechte bal. En nu weer een kans en een schot. Slecht uitverdedigd. 1-2. Aanval van de Duitsers. Althans, dat is de bedoeling. Komt er niet. Nou, wellicht nu. Goed schot. En gered door de keeper. Het blijft spannend. Nu weer een kans. Schot en een goal. Wat een doelpunt. 2-2. 20e en 19e minuut. 2-2.
Het gaat snel. Nu weer Colombia. Goeie bal van Colombia. Oh, goed uitverdedigd. Althans, dat was de bedoeling. Nu weer de Duitsers nu. Goed schot nu. En die bal gaat er niet in de rebound, omdat hij slecht geraakt wordt. Blijft 2-2. Oei, oei, oei. Blijft 2-2. Oh, de bal gaat er net naast. Slechte doeltrap. En een goal. 2-3. Slechte doeltrap van de Duitsers. Colombia scoort 2-3. En nu? Weer een kans. En de bal gaat via de keeper erin. Het is 2-4. Colombia staat bij 2-4 voor. Oei. En nu? Wat is het antwoord van de Duitsers? Dat is er voorlopig nog niet. Colombia opnieuw. Goeie bal. Oh, dat was bijna 5-2. Slechte bal. Slechte bal. Ja. En nu weer de Duitsers. Slechte bal van de Duitsers. En nu weer Colombia. Weer Colombia met een goede kans. Nee. Goed verdedigd nu. Nu dan. Het schot nu. Weer een kans. En niet meer dan dat. Voor de Duitsers. Nu weer Colombia. Nu weer Colombia. Nu weer Colombia. Slechte bal. Slecht uitgevoerd dus. Dat kan ook gebeuren. Duitsers proberen weer terug te komen. Het is een heel slechte paas. En nu weer de Colombianen. Nu weer de Colombianen. Nu weer de Colombianen. Oh. Ja, dat was al zelf... hoe noemen ze... Oh. Communicatiestoring. Zelfzuchtigheid. Zo moet ik het zeggen. En nu? Nu weer een kans. Nu weer een kans. Oh, voor Colombia op 2-5. Half uur gespeeld. Slechte bal hoor. Slechte bal. Wordt slecht uitverdedigd. Uiteindelijk in handen van de keeper. Slechte bal weer. Verdedigend maken de Duitsers geen goede beurt. En nu weer Colombia. En nu weer Duitsland. Aanvalsopbouw. Althans, dat was de bedoeling. Ze komen er amper aan te pas. Ze komen er amper aan te pas. En nu weer een kans. Nee. Ja, wel een kans, maar geen doelpunt voor Colombia. En nu weer een kans voor Colombia. Weer een kans. En uiteindelijk uitverdedigd. En nu. Daar zijn de Duitsers met een schot. Geblokt. En in tweede instantie gekeerd door de keeper. 35e minuut. Randstrafgebied inworp voor Duitsland. Goed schot. En nu dan? Ja, gaat erin. 3-4. Het wordt weer een spannende wedstrijd. 3-4. Alles of niets. Voor de Duitsers is nog niet aan de orde. En nu weer een kans. Oeh, de bal op de paal. Daar komen ze goed weg. Inworp voor Duitsland. Ter hoogte van het strafgebied van Colombia. Nu dan de kans. En de goal. Nee. Geen 4-4. Kijken wat de Duitsers nu doen. Schot nu. En weer een schot. In de handen van de keeper. 38e minuut. Colombia. Weer een kans voor Colombia. Weer een kans voor Colombia. Blijft 3-4. Slechte bal. En nu weer Colombia. Weer Colombia. Weer Colombia. Op de paal weer. Slechte bal. Ja, tussendoor komen. En het wordt eruit verdedigd door de Duitsers. Dat doen ze heel goed. En de schot. En uiteindelijk was het daar bijna 4-4. 40e minuut nu. 40e minuut. Gaat de bal er weer niet in. Slechte bal. En nu weer een kans. Oh, in tweede instantie ook nog. Maar het blijft 3-4. 4-3. Nog altijd. Wat kunnen de Duitsers nog doen? Het is een combinatievoetbal. Het is nu, ja, een beetje scrimmage. Schot nu van de Duitsers en de bal op de paal. Buitenkant paal. 2,5 minuten officieel. En nu, slechte bal.
van de Colombianen. En nu weer de Duitsers. Afstandsschot. Van een meter of 30 ongeveer. Doeltrap Colombia. En nu. Oeh, dat was een goede kans. Die wordt zomaar nog zeep geholpen door Colombia. De Duitsers nu. Slechte bal. En nu weer Colombia. Nu weer Colombia. En de bal op de paal. En de Duitsers verdedigen uit. 1 minuut blessuretijd. 1 minuut blessuretijd is nu voorbij. Rusland is 3-4. Goals Duitsland 3, Colombia 4. Balbezit 53% voor Duitsland, 47% voor Colombia. Schoten op het doel 33 van Duitsland, 32 voor Colombia. Pases 115 van Duitsland. En van die 115 gedeeld door 100 is 1,15 keer. Kwam 70% aan, dus keer 70 is 80 pases die aankwamen. 81 pases afgeleverd door Colombia. Gedeeld door 100 is 0,81 keer 80% is 64 pases die afgeleverd zijn door Colombia. Wij gaan naar de tweede helft kijken. Jullie gaan er naar luisteren. Hier is René van Wijk voor de finale dus. Van de Gymworks Wereldbeker voor landenteams. Hier is dus René van Wijk. De tweede helft en Colombia mag gaan aftrappen. Ze staan 3-4 voor. Kijken wat de Duitsers nog kunnen doen in die 45 minuten. Op een gegeven moment zullen ze toch risico's moeten nemen bij deze stand. Nu weer Colombia. De Duitsers verliezen weer de bal. En nu weer Colombia. Goed schot. En de bal op de paal. Slecht uitverdedigd. Uiteindelijk komt die bal wel aan. Nou, nu weer een kans. Kans voor de Duitsers. Kans voor de Duitsers. Ingeschoten. Weer niet. Blijft 3-4. Rust. Oeh, de bal net naast. Kans voor Colombia. Doeltrap Duitsland. Aanvalsopbouw Duitsland. En nu weer een kans. Weer een kans. Er moet toch iets gedaan worden. Dus er moet geschoten worden. Nu weer Colombia. Nu weer Colombia. Met een hele goede kans van Colombia om te scoren. En dat gebeurt dus niet. Met moeite uitverdedigd. Dat dan ook wel weer. En nu weer Colombia. Duitsers neemt de bal weer over. Bal weer over voor Colombia. Nu weer een kans van Colombia om te scoren. Wordt nu uitverdedigd. En weer slecht uitverdedigd. Weer slecht uitverdedigd. Maar het wordt weer op tijd gerepareerd. En zo blijft het heel spannend. En een kans op 4-4. Dat gebeurt dus niet. Weer is daar Duitsland. Ja, goede combinatie nu. Wordt er nu geschoten? Nee. Ja, er wordt nu wel geschoten, maar niet hard genoeg. En zo blijft het 3-4. Spannend, spannend, spannend. En nu weer Colombia. Weer een kans op 3-5. Gered door de Duitse keeper. Op een gegeven moment moet Duitsland wel meer komen. Zolang het zo blijft. En nu weer een kans. Weer een kans. Oh, geblokt. Ja. En dan blijft het weer spannend. En nu weer de Colombianen met een goede kans en de goal. 3-5. Oh, 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 oh. 3-5. Nog 35 minuten. Duitsland moet nu risico's gaan nemen. En dat kan natuurlijk van fout aflopen. Maar goed, een schot nu van de Duitsers. Dat gaat 1,5 meter naast. Doeltrap, Colombia. Aanval, Colombia. Aanval, Colombia. Nu weer een hele goede kans. En dat is... Nee, net geen 3-6. Oh, dat is moeizaam uit te verdedigen. En nu, weer een kans. Weer een kans. En weer net naast. Dit keer geen 5 meter, maar 1 meter of 3. Kans voor de Duitsers was dat. Nu weer Colombia. Nu weer Colombia. Oh, wat een vrijheid. Weer door het midden. De Duitsers met de aanvalsopbouw. En nu weer Colombia. Nu weer Colombia. Oh, de bal op de paal. Ja, weer een kans. Weer een kans en een goal. 3-6. Half uur nog te spelen. Oei. Oei. Finale. Die wil je niet graag verliezen. Eigenlijk nooit. Maar dit is een kans op 4-6. En weer geschoten. Je moet nu meer risico's gaan nemen. Ja, en dat doen ze ook. En dat doen ze ook. En er wordt nu weer wat massaler aangevallen. En nu weer slecht uitverdedigen. En goal 4-6.
slecht uitverdedigd, ook via het in het spel brengen van de bal door de keeper van Colombia. 4-6. Kan het dan toch nog spannend worden? De Duitsers stomen op, althans dat willen ze. Weer een kans en nu weer een schot. En die bal gaat er niet in. Goede redding van de Colombiaanse keeper. En nu? Weer Duitsland. Neemt de bal over. Er moet wat gedaan worden. Er moet geschoten worden. En die keeper die moet er alles natuurlijk aan doen om te voorkomen dat het nog veel erger gaat worden voor Colombia. Dat ze niet terugkomen. Dat de Duitsers niet terugkomen tenminste. Althans, weer een goede kans. De bal gaat er niet in. Colombia. Even kijken hoe ze met die aanvalsgolven van die Duitsers omgaan. En nu weer een kans. Gered door de Colombiaanse keeper. Daar gaat Colombia. Heroveren de bal nu. Oh. En het is risico voor wat de Duitsers doen. Want ze moeten nog 2 goals maken. En nu een kans. Die gaat er niet in. 20 minuten nog voor Colombia. Duitsers proberen het nog. Nu weer een kans. Weer een schot. Weer gered. Weer een kans en weer een schot en een goal. Die gaat erin. Het is 5-6. 5-6. Oi. Aanval van Colombia. Nu weer een kans. Oeh. Red door de Duitse keeper. Ja, het is nog maar 5-6. Dus dan moet er iets gebeuren. En die is daar de kans om te scoren. En die bal gaat er niet in. De tweede instantie ook niet. Dat was bijna 6-6. Tja, hoe is het mogelijk? En nu dan? Nu dan de Duitsers opnieuw. Oh. Ja. Colombia, weer een aanval. Colombia, kan ze nu definitief beslissen? Dat doen ze niet. En nu? Goeie kans nu voor de Duitsers. Afstandsschot. Ze moeten toch wat? En de bal weer op de paal. En nu weer niet. Weer niet, want de keeper ligt er nog tussen. Het is echt spannend. Het laatste kwartier. Nu dan de Colombianen. Nu wel aan de Colombianen met de definitieve beslissing. Nee, toch weer niet. Duitsers gaan naar voren toe. Laatste minuten. Laatste kansen nog wellicht. Nu weer een kans aan de goal. Nee, de bal gaat er niet in. Op de lijn gered. We hebben nog 13 minuten te gaan. Weer de Duitsers. En nu, ja, wat moeten ze doen? Ja, ze moeten schieten natuurlijk. Aanvallen. En weer een kans. Weer ingeschoten. Weer gered. Ja. En nu weer Colombia. Oh, dat is het risico dat er ruimtes komen achterin bij de Duitsers. 5-6 is nog steeds de tussenstand. 5-6. Nu weer een kans. Nee, slecht uitverdedigd ook weer. En een goal. Ja hoor, het is 6-6. 6 tegen 6. ...82e minuut. Ze zeggen altijd aan het eind winnen de Duitsers. Het zal toch niet waar wezen? Nee, voorlopig nog niet. Duitsland wint. Ja, precies. In de finale is het altijd zo dat de Duitsers altijd winnen. Maar dat vraag ik me af dus of dat nu ook zo is. En nu weer een kans voor Duitsland. Ze blijven aandringen. Het zal toch wat wezen. En nu dan? Ja. 7-6. In de 85ste minuut. Colombia staat in 1 achter. Het zou toch wat wezen als die in 1 weer terug zouden komen. Maar de Duitsers gaan nog even door om de definitieve beslissing. Ja, 8-6. 8-6. In een krankzinnige finale. Colombia. Ja. Waar hebben ze het fout gedaan? Ze hebben die Duitsers laten komen natuurlijk. Ze hebben zich laten verrassen. En nu weer een kans. Nee. Weer een kans? Nee. Ja, wel een kans, maar geen goal. Colombia. Nee, slecht uitverdedigd hoor. Die zijn helemaal gedemotiveerd, joh. Wat doen ze nu? Weer een kans. En weer niet erin.
En dan weer een aanval van Colombia. Weer een kans. Weer een goal. Ja, 8-7. Het is nog niet gedaan. 8 tegen 7. En hoeveel minuten komen erbij? Dat is de vraag. Dat is nog even afwachten, want de officiële tijd is nog niet voorbij. Nu dan, de Duitsers opnieuw. Nee, weer niet. Nu zijn de Colombianen weer. Een goede kans nu. 4 minuten blessuretijd. 4 minuten blessuretijd. Er komt de bal erin. Dan gaat via de bal. Jongen, jongen, jongen. En nu weer een kans voor Colombia. Weer een kans. Weer schieten en goal. Het is 8-8. Jongen, 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 zeg. Wat een wedstrijd. Nog één kans. Nee, daar zijn de Duitsers weer. Slechte bal. En dan is het toch nog niet gebeurd. En nu weer een kans om te scoren. En die bal gaat op de paal. Minuut, blessuretijd. Ja, en nu? En nu? Nu weer de Colombianen. Slechte bal. Colombianen, nee, Duitsers opnieuw. En dan is het afgelopen. Het is 8-8 geëindigd. En gaat er een tweede wedstrijd komen. En die is morgenavond. Ik zal het gelijk even opschrijven. Tegen Duitsland. De eerste wedstrijd eindigde in 8-8. Nou moet er dus een tweede finale komen. In ieder geval de goals. 8 voor Duitsland. 8 voor Colombia. Balbezit 54% voor Duitsland. 46% voor Colombia. Schoot op het doel. 73 voor Duitsland, 56 voor Colombia. Pases 255 van Duitsland. Daarvan kwam 65% aan. 255 delen door 100 is 2,55 keer 65%. Dat is heel laag, dat is 165 pases. 161 pases werden er afgeleverd door Colombia. Gedeeld door 100 is 1,61 keer 79. Daar lag het pasdichtheid veel hoger. Dus 127 pases. 0 corners voor Duitsland en 0 voor Colombia. Goed, in ieder geval, morgenavond is de volgende finale. Net zolang totdat er een winnaar is. En nu dus de tweede wedstrijd in de finale van de wereldbeker voor landenteams van Ginworks Sosser. Dus. Eerste wedstrigt Duitsland-Colombia dus eindigt in 8-8. Dus moet er een tweede wedstrijd worden gespeeld om een eventuele winnaar aan te wijzen. Dus. Verslag is in handen van René van Wijk. Ja. En dan gaan we dan voor de tweede wedstrijd. Maandag 31 mei 2021. Colombia mag aftrappen. Eerste aanval van Colombia mislukt. En nu weer de Duitsers. Gelijk ten eerste een aanval. Een goed schot gaat net naast. Na 1 minuut voetballen. Doeltrap voor Colombia. Kijken of dat, deze wedstrijd net zo vurig is als de eerste wedstrijd. Nu weer de Duitsers. Nu weer de Duitsers. Weer een kans. En weer een kans voor Duitsland dus. En nog steeds 0-0. Aanvalsopbouw Colombia. Duitsers zitten er heel veel tussen. Nu weer Colombia. Een goed schot nu en de bal op de paal. Eerste kans voor Colombia. Op de paal. En nu weer de Duitsers. Snel ten aanval trekkend. Snelle kans en een goal. 0-1 voor Duitsland. Na 5 minuten. Kijken wat Colombia kan doen. Ze hebben nog 85 minuten. En nu de kans wellicht voor Colombia. Weer een schot. En weer gestuit. De Duitsers blijven verdedigen. Nu weer de slechte bal van Colombia. Weer een goede kans voor de Duitsers. Doeltrap van Colombia. Beetje afwachtend. En dit is een hele goede kans voor de Duitsers. En uiteindelijk wordt hij op het laatste moment nog gestuit. Dat gaat maar net goed. En nu weer een kans voor Colombia. Wellicht een schot nu. En gepakt door de Duitse keeper. 9 minuten gevoetbald. Duitsers opnieuw. Goeie kans nu. Daar zit Colombia weer goed tussen. En nu weer de Duitsers. Nu weer de Duitsers in de goal. 0-2. 0-2 voor Duitsland.
Totaalstand 8 tegen 10. Overdelen. Weer proberen de Colombianen het rustig aan te doen, maar 2-0. Dan moet je wel wat serieuzer worden. Nu weer een kans voor Colombia. Oh, die bal gaat net naast. Slechte communicatie. Dat is niet best. Maar ja, dat ging de eerste wedstrijd bij de Duitsers ook niet goed. En de Duitsers kwamen terug. En nu weer de Duitsers met een hele goede kans op 0-3. Gaat maar net naast die bal. Doeltrap Colombia. Daar is weer een kans voor Colombia. Schot nu. Gestuurd door de Duitse keeper. Colombia probeert ertussen te zitten. Maar de Duitsers blijven in de aanval. Weer een goede kans. 14 minuten gespeeld. Nog altijd 0-2. En nu de bal naar voren pompen. De bal ver naar voren pompen. Zover dat hij over de achterlijn heen gaat. Dit is niet best. Duitsers profiteren door een doeltrap te mogen nemen. Goeie aanval. Nu weer. Oh, oh, oh. En nu. Oh, heel makkelijk binnengeschoven. 0-3. 0 tegen 3. En nu. Goed schot. En nu een kans op 1-2. Ontnomen. Duitsers gaan verder. Duitsers gaan heel verder. Nu weer Colombianen. Aanval van Colombia. Heel goede kans nu. Schot. Gestuurd. Weer een kans. Weer een kans. En een goal. 1-3. Colombia doet wat terug in de wedstrijd. Totaalstand 9-11. De Duitsers nemen over. Nu weer de Colombianen. Nu weer een kans. En een schot nu. Afstandsschot. Die gaat over. Bijna 20 minuten gevoetbald. Duitsers mogen ver komen hoor. En het is 1-4. Heel makkelijk gedaan. 20ste minuut. 1-4. Aanval van de Colombianen. Afgestraft. Of afgekapt nu. Nu weer een kans. En dat was bijna 2-4. Ook bij de Duitsers gaat af en toe wat mis. Maar dit is best wel een goede kans hoor. Dat is slecht uit, het uitverdedigd. Goed doorgetikt nu. En een goede kans. Goede kans nu op 2-4. Nee, slecht. Weer de bal overgenomen. Dan zit er weer een Duitser tussen. Die zijn heel scherp. Het staat nog steeds 1-4. En nu weer een kans. 1-5. Oei. 1-5. Aanval Colombia. Slecht. Slecht hoor, van de Colombianen. Het staat nog steeds 1-5. Nu weer de Duitsers. Nu weer de Duitsers. Oh, net naast. Was bijna 1-6. 26ste minuut. En nu een schot. Ja, een wanhoopschot. 1-5. Doeltrap Duitsland. Ja, en dan gaat het weer. Slechte bal dit keer. Dat kan een keer gebeuren. Maar nu Colombia. Wat gaat Colombia daarmee doen? Helemaal niets. En daar zijn de Duitsers weer. Daar zijn de Duitsers weer. Daar zijn de Duitsers weer. En daar is weer een kans. En dan slecht uitverdedigd. Maar de keeper is een van de weinigen die overeind blijft staan bij de Colombianen. Ondanks die 5 goals. Nu weer de Colombia met een goed schot. Nu weer een kans op Colombia. En weer. En net niet. Komen ze dan toch even opzetten. 30 minuten gevoetbald. En 1-6. Boom. Binnen. Als een granaat. 1-6. Oei. 14-9. Gaan de Duitsers dit afmaken? Gaan de Colombianen niet een droom uit laten brengen vanaf de eerste voorrondes de beker te winnen? Nee, dus blijkbaar niet. Althans, het ziet er niet naar uit. Zegt nood in dit soort wedstrijden. En nu weer Colombia. Slechte bal. Dan gaan de Duitsers weer. Ze gaan door.
En uiteindelijk wordt er wel, nu wel goed verdedigd en opgebouwd wordt er een stuk minder. Dan weer de Duitsers opnieuw. Een goede bal nu en een kans op de paal. Daar ontsnapt Colombia aan de zevende treffer. En nu weer Colombia, misschien met een kans op meer en een corner. Dat is het enige wat meer is. 1-6, oei. Oei, oei, oei. Corner. Goeie bal en oh, slecht ingeschoten. En het blijft 1-6. Meer Colombia. Probeer nu wat meer aan te vallen. Moet wat durven. Je moet wat durven inderdaad, maar het gebeurt niet. Misschien nu ook niet. Nadat de bal weer het veroverd. Wordt een tweede keer heroverd, dan weer ingeleverd. En nu wordt hij ook heroverd en gaat hij er bijna in. Maar het blijft 1-6. Duitsers blijven 4 overeind. Nu weer Colombia. Wellicht een schot nu. Gestuit door de Duitse verdediging. De Duitsers gaan door. Colombia heeft de bal weer. Maar nu weer Duitsland met een aanval. En Colombia. Schot. En nu weer een kans voor Colombia. Nee, ook in de backup nipt. En in derde instantie ook niet. Een slappe rolletje. Typerend voor deze wedstrijd. Voor Colombia. En nu de kans op 1-7. Zit er nog steeds in. En nog steeds is het gevaar niet weg. En daar is Colombia weer. Met een goede aanval nu. Een goed schot. En de bal op de binnenkant van de paal. Maar hij gaat er niet in. Misschien in tweede instantie niet. Ook niet. En in derde instantie is er niet. Want de Duitsers zijn weer in balbezit. En daar zijn de Duitsers opnieuw. Gevaar geweken. Nog minder dan 3 minuten officieel. In de eerste helft. En dan is het nu niet. Nee. Nog niet 1-7. Aanvalsopbouw Colombia. Weer een goede kans. Het schot. Oh, ja, dat was even een communicatiestoring. Het gevaar gelijk alweer geweken. Colombia opnieuw. Probeer dan toch nog de tweede te scoren. Om nog iets voor te stellen in de wedstrijd. Maar dat wil niet echt lukken. Nu dan. Aanvalsopbouw. 3 minuten blessuretijd. Is al een minuut van gesteken. Nu dan een goede kans. En geen 2-6. Wel een inworp. 1,5 minuut. Nog in de blessuretijd. Duitsers verdedigen makkelijk uit. Nu weer Colombia. Slechte bal. En nu weer de Duitsers. Nu weer de Duitsers. Naar uitkijken weer. En 1-7. Bam. Binnen. Zo. Genadeloos hard. 1-7. Genadeloos. En dan is de eerste helft afgelopen. Er zat Colombia met 1-7 achter. Goals, Colombia 1, Duitsland 7. Balbezit, 51% voor Colombia, 49% voor Duitsland. Schoten op het doel, 26 van Colombia, 28 voor Duitsland. Pases, 118 van Colombia. En 76% daarvan kwam aan. 118 gedeeld door 100 is 1,18 keer 76 is 89 pases die aankwamen. De Duitsers leverden 84 pases af in de eerste helft. Daarvan kwam 75% aan. Dat wil zeggen dat 63 pases aankwamen. Corners 1 voor Colombia, 0 voor Duitsland. We gaan terug naar de wedstrijd. De tweede helft dus met het verslag van René van Wijk. En de Duitsers mogen aftrappen, wetende dat ze met 1-7 voorstaan. Ja. En nu? 45 minuten om nog iets terug te doen voor Colombia. Aanval van de Duitsers in twee instanties afgekapt. Nu weer een kans voor Colombia. Een schot nu. En de bal gaat in de handen van de Duitse keeper. Slechte uittrap van Duitsland. Maar ze kunnen zich dat permitteren. En nu de Colombianen opnieuw. Een aanval van Duitsland afgekapt. Over de hele nu. Goeie bal. En weer geen goal. Dat is de tweede goede kans voor Colombia om iets te doen. En nu de Duitsers opnieuw. Bijna was het daar 1-8. Nu weer de Duitsers. Nu weer de Duitsers. Nu weer de Duitsers. Nu weer een goede kans. Van de bal afgezet. Nu weer Duitsland. Dus komen er weer in hoor. En Colombia. En nu kijken wat de mogelijkheden zijn. En nu de kans wellicht. En daar is het 2-7.
2-7. Colombianen proberen elkaar nog op te jutten om er nog wat van te maken. Vraag is dat ook, of dat ook gebeurt, en dat was bijna 2-8. Colombia opnieuw, goede aanval. Goede kans nu, schot op de paal. Nou, daarmee is Colombia net zo gevaarlijk als praktisch in de hele eerste helft. Weer Colombia. Slecht, goede bal nu. Leek slecht te wezen en nu weer een kans. Een goede bal en een goal. 2-3-7. Van 1-7 naar 3-7. Weer Colombia. Slechte bal nu. Nu weer de Duitsers. Goede bal van de Duitsers. Een goede kans nu. En bijna was het daar 3-8. Bal snel ingebracht. Want ja, als ze nog iets willen, dan moeten ze snel scoren. Steeds. Om die Duitsers in verlegenheid te brengen. En dat lijkt er niet echt van te komen. Want het wordt 3-8. Ja hoor. Dan is het toch 3-8. Colombia. Nu dan. Met de moed der wanhoop. En weer een kans. Bijna 4-8. Slecht uitgenomen dus. En het schot leverde niks op van Colombia. Nu weer Duitsland. Duitsland. Oh, weer een kans. Bal weer weggehaald. Slecht weggehaald. En dan is daar de keeper die via de bal terugkrijgt. Bal opnieuw naar voren gepompt. Het is nu blind pompen, min of meer. In de hoop dat hij goed terecht komt. En nu dan. Een goed schot. Goede kans voor Colombia om de 4-8 te maken. De Duitsers opnieuw. Proberen dan toch iets. Het is een goal. 3-9. 3 tegen 9. Colombia opnieuw. Goeie bal. Een schot nu van Colombia. Dat zijn wanhoopschoten. Dit is slecht uitgetrapt weer van de Duitse keeper. Maar die herstelt er weer met een hele goede redding. Dan Duitsland opnieuw. In die tweede wedstrijd. Dat is een slecht schot nu. Nog 28 minuten. Nu weer de Duitsers. Slechte bal van Colombia. Slechte bal hoor. Weer een schot. De bal weer slecht terecht. En dan slecht ingeschoten. Het kan allemaal dus. Colombia opnieuw. Weer de bal naar voren trappen. Komt nu toevallig wel goed aan. Het schot nu. Slecht. Ingeschoten. Maar ook slecht aangespeeld. Het lijkt alsof ze de moed een beetje zijn verloren. En nu weer een kans. Voor de Duitsers. Het wordt een hoekschop. 66e minuut. Corner van de Duitsers. Slechte bal. Oh. Ja, ook slecht uitverdedigd. Weer de bal naar voren. Waar naartoe? Ja. Heel goed. En geschoten. Er moet meteen geschoten worden. En in tweede instantie ook niet. En in derde instantie wordt de bal verspeeld. Nu weer de Duitsers. En daar is het bijna. 3-10. Wordt het niet. Weer de bal naar voren getrapt. Weer. Nu wordt hij over schijven gespeeld. Dat duurt wat langer. En nu weer een kans. En weer geen vierde goal. Weer kijken. Ja. Je kan ook de bal aanspelen aan een ander. Dat deden ze niet. Nu wel. Wellicht nu. Een goede kans nu. Een schot. Niet hard genoeg. En nu een kans voor de Duitsers om de tiende te scoren. Gaat net naast. Minder dan 20 minuten. Naar voren. Weer een kans voor de Colombianen. Een schot nu. En in tweede instantie gaat hier ook niet in. Het blijft 3-9. En nu. Nu weer. Goede kans nu. Tussen gezeten. En nu weer een kans. Het is een goal. 3-10. Het is klaar. Voor zover het al niet klaar was. 3 tegen 10. Weer slecht gespeeld. En weer een kans op de 11e. De bal wordt nog steeds naar voren gepompt. Nu dan. Een goede kans nu. Goede kans. Schot en een goal. 4-10. Het staat nu in totaal 12-18.
Colombianen opnieuw. Gaan weer in het balbezit komen. Weer een goede kans nu. Goede paas, een goed schot. Weer gestuit. Ze blijven het wel proberen. Al is het tegen beter weten in. Absoluut. En nu weer proberen ze de aanval in te zetten. Wordt niet... Is niet succesvol. Nu misschien wel. Nee, weer niet. En weer niet. Ja, dan zit het echt mee hoor. En weer een kans. En weer op het niet. Want het doel is helemaal leeg. Ongekend. En dan weer een kans. En dan wel een goal. 5-10. Ja, wat willen ze nu nog doen? Met 12 minuten te spelen. 5-10. Weer Colombia. Weer een kans. Weer gestuurd. Weer blijven te drukken. Er wordt niet gespeeld. Ja, dan wordt de bal weer gespeeld. Er wordt massaal gedrukt. Zoals dat heet. En nu zijn de Duitsers daar ook. Met de ruimte. En er wordt verdedigd. Nu weer. Oh, ja. Weer de Colombianen. Ze blijven het proberen hoor. Ze blijven het proberen. En weer geschoten. En weer een schot. Net in de handen van de keeper terechtkomt. En slecht uitgetrapt door de Duitse keeper. Wordt weer met een redding hersteld. En weer een vangbal. 7 minuten nog. Weer Colombia. Blijf het proberen. Blijf het proberen. En weer een kans. Een schot. Gestuurd door de keeper. Met enige moeite. Hij heeft er wel moeite mee hoor. Maar die Duitse keeper blijft overeind. Ondanks de spervuur van aanvallen. En nu is daar Duitsland opnieuw. Met veel 5 en een 6. Opnieuw Colombia. Nu weer Duitsland. Blijven dan toch proberen. Het is slecht aangespeeld hoor. Dan, dat kan de Duitsers zich permitteren. Er wordt weer een kans gecreëerd. Het blijft 5-11. Dan nog een paar minuten te spelen. Ja. En nu gaan die Colombianen weer naar voren toe. Weer naar voren toe. Weer geschoten. Het blijft daardoor wel spannend. Maar wat richt het uit? Helemaal niets. De Duitsers opnieuw met een goede kans op de 11e. Maar die gaat er niet in. Dan de 89ste minuut. Weer naar voren toe. Weer kijken. Weer kijken en weer een kans creëren. Weer mis. Weer een redding van de Duitse keeper. En weer een kans voor de Duitsers. Ja, wat krijg je dan? 90ste minuut is aangebroken. Kijken hoe lang de blessuretijd is. En daar is een kans. En een goal. 16. Voor Colombia. Het zal niks meer uitmaken. 6-10. 4 minuten blessuretijd. Een halve minuut voorbij inmiddels. En nu weer de Colombianen. Weer de Colombianen. Blijven wel combineren nu. Goeie kans nu. Goed schot. En die gaat net over. 6-10. Totale score 14-18. Daar zijn de Colombianen opnieuw. Daar is de aanvoer. Daar is de aanvoer. Slechte bal. En nu weer de Duitsers. De Duitsers opnieuw. De Duitsers opnieuw. Een goede kans. En die bal gaat binnenkant paal er niet in. En in tweede instantie ook niet. Dan is het slecht is uitverdedigd. De laatste minuut van de blessuretijd. En nu. En nu. Ja, er gebeurt niks meer. Het is afgelopen. De Duitsers, zij hebben de wereldbeker te pakken. Ze hebben er 2 wedstrijden voor nodig gehad. De eerste wedstrijd eindigde in 8-8. De tweede wedstrijd in 6-10. Nou, in ieder geval gaan we nu even kijken naar de statistieken. Ja, dan gaan we zo even kijken. Ginworks, Duitsland, winnaar Ginworks, wereldbeker. Beker. '20-'21. Goed. Goals, Colombia 6, Duitsland 10. Balbezit, 53% voor Colombia, 47% voor Duitsland. Schoten op het doel, 63% van Colombia, 54% van Duitsland. Pases, 232% van Colombia. Daarvan kwam 75% aan. 232% gedeeld door 100 keer 75 is 174 pases die aankwamen. 157 pases werden afgeleverd door de Duitsers. Daarvan kwam 75% aan. Dat betekent dat 117 passes aankwamen van de Duitsers. Goed,
Even kijken naar de corners. 1 voor Colombia, 1 voor Duitsland. Duitsland is dus de winnaar van de Gymworks Wereldbeker 2021. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer, zou ik zeggen, bij deze dus. Nou, dat was het toch wel eventjes een spannende finale, hè? Precies, dat dacht ik ook. En in ieder geval was dit dus het einde van het seizoen 2020-2021 betreffende het Gymworks Soccer voetbal dus. De laatste uitzending dus van dit seizoen betreffende het voetbal. We gaan gewoon door met de FNW Radio Show gedurende deze zomer. Want ik ben bezig, dat heb ik volgens mij al in een eerdere uitzending gezegd, ik geloof 5 juni, dat ik met geluidscollages bezig ben dus, die ik opgenomen heb tijdens mijn wandelingen in het bos. In het Robbenoordbos West, Robbenoordbos Oost, Oostvaardersplassen. En ook ben ik ook vanochtend nog weg geweest naar de Schorlsbaan in Bergen. Heb ik ook wat geluidsopnames gemaakt van de natuur. En daar ga je vanaf de volgende uitzending dus lekker van genieten. En de eerste uitzending is gemaakt, gaat dus over opnames die ik heb gemaakt in het Robbenoordbos. Daar kan je ook heel erg van genieten. Dus ja, normaal gesproken doen we aan het eind van de uitzending de Twitter YouTube-statistieken van de vorige uitzending. Maar de Twitter en YouTube-statistieken, zo moet ik het zeggen, die volgen namelijk van de uitzending 1 en uitzending 2 van zondag 13 juni 2021 in de eerstvolgende uitzending. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai, bovenal sweet dreams. Ik zou zeggen, laters. Tjus.